Steeds meer mensen halen tegels uit de tuin om regenwater op te vangen. Wat een waterbazen zijn dat. Wat doen de waterschappen eigenlijk om regenwater vast te houden? Maarten, wat een ontzettend idyllische plek. Waar zijn we hier? We staan hier bij de mooiste beek van Nederland. En wat is er zo bijzonder aan? Nou, het was een beek waar al het water wegstroomde. Zo naar zee. Hij was veel te diep. En we hebben hem weer omhoog gebracht met zand en takken. Nu houdt hij het water goed vast. Het bos mag onder water lopen en we vullen het grondwater weer aan. Een soort spons eigenlijk. Ja, een geweldige spons. Heb jij ook een waterbaasvraag? Laat het ons weten.